stromende regen. De start is gevallen. Start valt, duel om de leiding wordt gewonnen door No One Else. En aan de buitenkant daarnaast ligt Chelsea. Ook Chelsea kan hard beginnen. André Bakker heeft al even gekeken en denkt dat hij Chelsea wel langs gaat laten. Daarachter is Tom Kornman mee naar voren geschoven. Mr. Good News. Aan de binnenkant de gouden helm van Jan Baas met New Sunshine. Vijfde plaats is voor Carina Charisma. Zesde plaats is voor Rambo Vrijthout. En zevende is New Yorker Newport. Rechte lijn overzijde, het gaat allemaal heel rustig en heel beheerst, gaat Chelsea de leiding overnemen. Maar daar komt gelijk Tom Kooijman. En rustig en beheerst zijn nou niet de begrippen die je gelijk bij Tom Kooijman in het hoofd schieten. Tommy schiet voorbij, 1.13.2 is de eerste tussentijd. Uitgeschakeld nummer 2 galop. New Yorker Newport kwam niet lekker in de loop. Tommy heeft de kop, maar nu al niet meer, want daar komt aan de buitenkant Jeffrey Miras met Carina Charisma. En dat wordt de volgende leider. Veel beweging in de koers, Carina Charisma nu op kop. Daarachter op de tweede plaats Mr. Good News. Derde plaats daarachter is voor Chelsea. Vierde plek voor No One Else. Vijfde ligt New Sunshine. En op de zesde plaats Rambo Vrijthout. Paard in de rechte lijn voor de tribune. Miras kan controleren aan kop. Dat doet hij nu ook met Carina Charisma. Carina Charisma die de uitstraling geeft dat ze een stukje harder kan en wil dan dat ze nu loopt. Tussentijd is toch 14-2. Vlot dus. En zo gaan we de laatste kilometer in met Carina Charisma. Daarachter is het aan de relingzijde Mr. Good News. Aan de buitenkant komt nu naar voren Chelsea. Chelsea wordt de gangmaker voor No One Else. Aan de binnenkant schuift weer een plekje op New Sunshine. En ook naar het tweede spoor is gegaan Rambo Vrijthout. Paarden gaan de Z-Turf bocht door. Rechte lijn overzijde in en daar leidt Carina Charisma makkelijk. Carina Charisma heeft nog wel wat achter de hand en dat zal ook moeten, want er komt straks heus wel wat van achteren. De eerste die zich langzaam begint te melden aan de buitenkant is Chelsea. Daarachter aan de relingzijde ligt Mr. Good News. Daarachter in de wachtkamer in het tweede spoor No One Else, die hem precies passend krijgt. Tussentijd is 17-9 en zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Je zou bijna denken, dit gaat Carina Charisma niet meer weggeven, maar daar denkt Hugo Langeweg heel anders over. Die gaat nu drie dik in de aanval met Rambo Vrijthout, maar Carina Charisma slaat meteen op de vlucht. Carina Charisma halverwege de Tjarda-bocht pakt een groeiende voorsprong. Lengte of 3-4. Daarachter op de tweede plaats Mr. Good News. De buitenkant Rambo Vrijthout op weg naar voren. Maar Carina Charisma, die ga je normaal gesproken niet meer terugpakken. Carina Charisma ruim voor het veld. De klepjes zijn nog omhoog. Die zouden nog naar beneden kunnen. Maar we hoeven Jeffrey niet op een idee te brengen. Het is helemaal niet nodig. Gaat makkelijk. 11-3 de laatste 500 meter. Go baby! Go, go, go! Carina Charisma met een straat wint hij het. Daarachter op de tweede plaats, dat was aan de buitenkant nog New Sunshine. En derde is Mr. Good News. Wie dit op de tickets heeft...